Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, morgen Telstar alweer. Alles goed gegaan qua blessures naar Jong PSV? Ja, de ploeg is gewoon goed. En je ziet er goed uit. Goed uit weggekomen. Een zware wedstrijd. Hè. Een goed Jong PSV, een zwaar veld. Maar, 3 punten is vaak toch iets anders in het lichaam en in het kopje dan dat je er niet pakt dan. Dus ook tegen Telstar weer met dezelfde opstelling beginnen? Of komen er nog wat wijzigingen? Nou, dat zou misschien wel eens op een positie wat kunnen gebeuren. Maar op dit moment moet ik dan even goed over nadenken. Ja, want je hebt 2 keer dezelfde wissel eigenlijk toegepast. Hè? Molen voor Jacobs. Is dat nog een optie om gewoon standaard door te voeren? Nee, want Jamie gaat gewoon spelen. En ik vind Robben fantastisch. Hè? Maar dat is ook meer een ander type. Op de positie van Mitchell Paulussen. Maar Mitchell doet het ook goed. Dus dat is de concurrentiestrijd. En dan speel je eigenlijk met 2 nummers 10. En ik denk dat een loper morgen ook wel goed tot zijn recht komt. En ik vind ook als je kijkt, Jamie heeft, ik denk, 10, 11 wedstrijden gespeeld. Hij staat 14, maar hij is ook uitgevallen, ingevallen. Ja, dan heeft hij 5 goals gemaakt en heeft 9 goals voorbereid. 9 assists. Niet normaal in zo weinig wedstrijden. Dus die haal ik er niet zomaar uit. En dan Alex Bagura viel ook in een helft. Scoorde vorig jaar tegen Telstar zijn eerste doelpunt. Ja. Zijn enige doelpunt voor Cambuur. Is dat nog iets om te overwegen? Om die, ja, zeker. Is iets te overwegen, ja. Ja. Maar dat is op dit moment niet aan de orde. Maar daar moet ik eerst de jongens mee hun over praten. Hè? Maar is het wel een jongen die er aankomt? Ik vind Alex zich geweldig ontwikkelen. Hè? Alleen je hebt morgen ook dat de backs goed moeten voetballen. En daar kijk ik ook naar. Hè? En daarin kan Alex dan wel weer doorontwikkelen. Dus je maakt allemaal afwegingen waarin je denkt dat we die wedstrijd kunnen winnen. Nou, zo denken we altijd. Ja, en dan komen nu ook alweer wat regendruppjes naar beneden. Het is december, het is koud, het regende in Eindhoven. Morgen weer slecht weer. Wat heeft dat voor invloed op het spel? Ja, dat het voetbal niet altijd even... Ja, de spelers niet hoor, met die jongens die voetballen gewoon. Maar het spel zal niet altijd... We proberen morgen weer een prachtige wedstrijd te spelen. En het zal Telstar, hè, maar die wil ook altijd leuk voetballen. Die zal dat ook proberen. Maar volgens mij komt er morgen storm. Dus je krijgt met de wind te maken. Nou, aan de kust waait het altijd wat harder dan in het binnenland. Maar ja, dat zien we wel. Hè. En we kunnen ook, als we een keer niet goed voetballen, maar daar gaan we niet vanuit hoor. Ja, moeten we ook wedstrijden winnen. En dan doen we het op een andere manier. Ja, want als je net zo effectief bent in wedstrijden als je het goed speelt in de afgelopen week tegen PSV, ja, dan worden het straks dubbele cijfers. Nee, zo wordt het niet. Telstar is een goede ploeg. En die heeft goed voor elkaar. Maar ik heb vandaag training gezien. De goals was niet normaal. En als we dat ook maar een klein stukje weer in de wedstrijd krijgen, ja, dan gaat het heel snel qua voetbal ook weer de goede kant op in 3-4 dagen. Ja, en dan een korte slotvraag. Telstar heeft vorig seizoen in die stemming tegen promotiedegradatie gestemd. Speelt dat nog mee? Nee, voor mij niet. Voor mij niet, voor de jongens ook niet. En dat is geweest, laat het maar gaan. Wat moet ik daar verder van zeggen? Ik vond het mooi dat de trainer, Jonker, dat hij toen zei, ja, hier vind ik helemaal niks. En dat vind ik veel belangrijker dan wat iemand anders zegt.